In oktober 2022 maakte het Merlet College bekend dat de locatie in Meel moet sluiten. Dat nieuws kwam hard aan. De dorpsraad, een groep ouders en de ondernemersvereniging van Meel vatten het plan op om zelf een school te beginnen. Na enkele maanden van rust gaat de stichting in juni 2024 de plannen voor een nieuwe school opnieuw aanmelden. Bart, het is lang stil geweest rondom de ontwikkelingen van VMBO Peelrand. Hoe komt dat? Nou, we hadden vorig jaar eigenlijk heel enthousiast gedacht van we gaan even beginnen en we regelen een nieuwe school voor Meel. Mm-hmm. Maar er kwam stiekem toch wel heel veel bij kijken. En gaandeweg het proces kwamen we ook wel achter dat we wat dingetjes gemist hadden door de snelheid die we erin hadden gehouden. Omdat je een aantal deadlines hebt waar je iets moet doen. En na de zomer kwamen er wel achter dat er toch weinig ouders, zeg maar, misschien voldoende wisten van ons initiatief of wat het precies ging betekenen. Mm-hmm. En dat we niet voldoende ouderverklaringen gingen krijgen. Toen hebben we gezegd van nou, dan stoppen we nu en dan gaan we eens evalueren wat we gedaan hebben. En dan gaan we kijken van hoe kunnen we dat nou, als we nog een keer starten, het beste weer oppakken. Mm-hmm. Nou, daar hebben we dan de maanden gebruikt, november, december, januari en in februari hebben we gezegd van nou, dit is denk ik een goed idee. Als we dat van tevoren eens goed aanpakken, dan hebben we waarschijnlijk ook een beter beeld. Of dat iedereen ook hetzelfde idee heeft als wij. Dat een school in de regio wel erg gewenst is. Lydia, waarom is je gekozen voor basis en kader? We hebben gekozen voor basis- en kaderopleiding omdat wij vinden dat deze leerlingen het meest gebaat zijn bij kleinschalig onderwijs en praktijkgericht onderwijs. Ja, een van die dingen die aan opvalt is dat er op de website vmbopeelrand.nl een enquête in te vullen is. Hoe is dat idee ontstaan? Dat was eigenlijk om te ontdekken wat ouders belangrijk vinden. Of dat er in lijn was met wat wij dachten dat belangrijk is. Mm-hmm. En ja, online is natuurlijk makkelijk een enquête op te starten. En dan weet je ook meteen waar heel veel mensen vandaan komen die dan die enquête invullen. Dus het was eigenlijk tweeledig. Antwoorden op die vragen krijgen die we hadden. En kijken waar de mensen vandaan komen die die enquête invullen. Ja. Jullie geven ook aan op de website hè, dat het vooral kleinschalig is. Als ik aan kleinschalig denk, aan hoeveel leerlingen denken jullie dan? Nou, wij gaan uit van maximaal 500 leerlingen voor de hele school. En we zouden graag klassen willen realiseren van 18 tot 24 leerlingen. De school komt in Meel. Betekent het dan ook dat het zoekgebied naar ouders alleen maar in Meel is? Nee, zeker niet. Het is een gebied in een straal van 15 kilometer om Meel heen. En al die ouders met kinderen in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar, die mogen ons steunen. En daar hebben we ook graag van dat die enquête invullen. Als er voldoende ouderverklaringen zijn, wat is dan het tijdpad? Wat moet er dan gebeuren? Nou ja, de ouderverklaringen die kunnen ingevuld worden vanaf 1 juli dit jaar. En dat loopt tot eind oktober. En dan sluit eigenlijk die termijn. Vervolgens moeten wij die gegevens van die ouderverklaringen doorsturen met allerlei kwaliteits- en deugdelijkheidseisen. En dan gaat het ministerie beoordelen of dat hetgeen voldoende is wat wij aanleveren. En die zullen dan in juni volgend jaar een beslissing nemen of dat wij als school mogen openen. Kun je even duidelijk uitleggen wie een ouderverklaring mag invullen en wat het inhoudt als ik een ouderverklaring invul? Die ouderverklaring die hebben we uiteindelijk nodig om überhaupt te mogen starten. Dat is vanuit de overheid bepaald en dat gaat via DUO, dat is een overheidsorganisatie. En daar moet je dan registreren als ouder zijnde dat je zegt van wij steunen het initiatief van VMBO Peelrand. Daarvoor log je in bij hun site met je eigen DigiD. En dat mogen dan ouders doen met kinderen van 10, 11 en 12 jaar met als pijldatum 1 november van dit jaar. Dus op die datum moeten die kinderen die leeftijd hebben. En die mogen dan ons steunen. Nou, dan zeg je eigenlijk niet meer dan, wij vinden het een goed initiatief dat in Meel VMBO Peelrand start. En wij hopen dat ze kunnen beginnen. Je hoeft je kinderen uiteindelijk er niet naartoe te doen. Dus het is ook van belang als ouders kinderen hebben die zeggen van nou, wij gaan naar Kuik. Of het is alleen VMBO en die van ons die kan waarschijnlijk wel meer aan. Dan kun je nog zeggen, ik vind het belangrijk dat die school er een mail komt. En dan ga je naar de site van DUO. En daar vul je dan met je DigiD de gegevens in. Per wanneer kan ik hem invullen, de ouderverklaring? Dat gaat vanaf 1 juli lopen tot 31 oktober. Dat is de periode dat ouders ons kunnen steunen. Hoeveel heb je er nodig?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Half juli krijg je bericht van zoveel ouders heb je nodig in het gebied waar je zit. Wij schatten dat er rond de 250 ouderverklaringen zullen zijn. Als die beslissing positief is, wanneer kunnen dan de eerste leerlingen naar VMBO Peelrand? Nou ja, als wij dus een positief advies van de overheid gaan krijgen, dan zullen wij nog eerst een aantal zaken moeten voorbereiden. Zo zal er een bestuurder, een directeur gevonden moeten worden. En dan moet natuurlijk ook een heel docententeam opgestart worden die het initiatief ondersteunen. Kijk, daar hebben we natuurlijk ook de tijd voor nodig. Dus onze verwachting is dat we in augustus 2026 de deuren van de school kunnen openen. Bart, wat maakt VMBO Peelrand straks bijzonder? Nou, wij willen gaan voor kleinschalig, praktijkgericht en leerling centraal. En daar zoeken we dan ook graag docenten bij die daar heel erg onderscheiden. Ja, maar mensen natuurlijk ook willen weten, waar komt de nieuwe school? Ja, dat is een mooi verhaal. Op een gegeven moment werd duidelijk dat in Mil iets met de sporthal moest gebeuren. En toen kregen wij te horen dat misschien de locatie waar nu het Malet zit, de sporthal naartoe verplaatst zou worden. Toen zijn we naar de gemeente gegaan en hebben gezegd van god, we willen graag proberen om in Mil een school te behouden of opnieuw te starten. En het zou mooi zijn als we daar de locatie die er nu is voor mogen gebruiken. En toen is hij toegezegd van, nou dan gaan we met die verplaatsing van die sport al de eerste 2 jaar niks doen. Dus dan kunnen jullie met je initiatief kijken of dat gaat lukken. Mocht dat lukken, dan hebben we in ieder geval die locatie nog beschikbaar. En zodoende hebben we in ieder geval de toezegging gehad dat mocht het lukken, dat we daar terecht kunnen.